Het zo omhoog tillen, tot zover kan ik. Maar deze handbeweging kan ik nog wel maken. En met deze kan ik dat niet doen. Kijk, als ik mijn vuist nu optil. En dan vaak help ik hem dan zo verder, dan lukt het wel. Dus dan kan ik ook de drinkbeweging maken met een kopje. Ja, mijn benen zijn gelukkig nog goed. Dus ik kan nog wel gewoon lopen en einde wandelen. Hardlopen doe ik zelfs nog. Neem het af, dat is ook wel een genadeloze ziekte, hè, de ALS. Het pakt eigenlijk je lichaam beet en het wordt heel onvoorspelbaar, je lichaam. Opeens doen bepaalde dingen het niet. Want in je verstand denk je nog, ik kan het. Ik pak het wel even op of ik doe dat wel even. Maar dat lukt dan gewoon niet meer. Mag je naar het topje van mijn vinger kijken? Blijf hem volgen met je ogen. Het hoofd mag je stil houden. Eind 2018 kreeg ik de diagnose ALS. En ik kreeg toen de diagnose van 5 tot 8 jaar. En dat de eerste periode, de eerste paar jaar, dat het nog echt wel langzaam zou gaan. Dus dat zie je nu ook nog wel. Hè. Ik ben 2,5 jaar verder. De handfunctie is echt wel verminderd. Maar als ik gewoon over straat loop, dan zien mensen het nog eigenlijk niet. Ja, en kun je nu tegen mijn duim aanduwen? Ik was echt helemaal van stuk. Heel je leven stort eigenlijk in. Ik keek naar Geert en ik zag hem gewoon hardlopen en ik zag hem bewegen. En ik keek echt met andere ogen naar hem. Heel je toekomstbeeld wordt anders. En je denkt eigenlijk al zo ver verder. En dat is nog steeds in vlagen zo. Dat ik soms denk, ja, maar wat wil ik eigenlijk zeggen als je begraven wordt? Lukt het je om nu recht overeind te komen? Ja, en toen was er bij de diagnose, zei de revalidatiearts, hè, die zei van, je moet de ALS, omdat het bij jou zo traag gaat, zoveel mogelijk in een hoek schoppen. Dat heb ik echt wel geprobeerd, maar ja, het komt toch steeds als een boemerang terug. Hè? Ja. Kijken. Is naar achter, denk ik. Kan ik deze naar beneden? Ja, deze kun je naar beneden duwen. Ja? Ik kan nog lopen, alleen mijn armen die willen niet zo goed meer. En daar gaan we die rolstoel dus voor inzetten. Ja, ik denk dat het ook op zich ook een goed moment is om even te wennen eraan. Misschien dat we hem eerst even onder de trap zetten met de kleed eroverheen. Maar we gaan er wel naar kijken. Ik moet altijd erg wennen aan nieuwe aanpassingen, dus ik steek liever mijn kop in het zand. Je gaat eigenlijk alleen maar achteruit. Je zal niet op een dag weer zeggen, nou, we zijn nu weer, we hebben hard gewerkt en gerevalideerd en we kunnen die rolstoel weer inleveren. Dat wat je inlevert, dat leef je voor altijd in. Dat komt niet meer terug en dat vind ik ontzettend eng. Maar tegelijk vind ik het ook spannend wat iedereen ervan vindt. En weet je, als wij eraan gewend zijn, dan moet de hele omgeving er nog aan wennen. Het is een beetje tegen heug en meug dat we het moeten gaan accepteren. Hij ziet er zo oud uit, vind ik, in zo'n rolstoel en zo gehandicapt. En dat is wel heel heftig om te zien, vind ik. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat het helpt om ermee te spelen en dat Emma er ook in rijdt en dat Kars even op en neer rijdt. Dat helpt wel om het ook weer te kunnen accepteren, denk ik. Goedemorgen. Het is vandaag 20 juli en dat betekent dat Geert jarig is. En hij is 44 geworden en we hebben een ontbijtje gemaakt. Even kijken of we dat mooi in beeld kunnen brengen. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you. Ja. Ja. Ja.
In de ochtend help ik hem met douchen of aankleden. Na toiletgang moet ik soms zijn broek een beetje goed op zijn plek brengen. Schoenen aan, jas aan als hij naar buiten gaat. In de winter handschoenen. Dus er zijn steeds meer dingetjes die niet meer lukken. Nou, dat is voor jou heel frustrerend en dat vind ik ook wel mensonterend eigenlijk, dat ik daarvoor nodig ben. Heb je er altijd zin in? Nee, zeker niet. En soms vergeet ze het ook gewoon, want dan ben ik op de wc bezig en dan even later zie ik haar buiten aan het gras maaien. En denk ik, oh ja, ik heb ze hier nodig, Bar. Ik kan hier in mijn onderbroek naar buiten komen. Ja. En dan mopper ik ook wel eens, ja, ik ben ook wel eens van, nou had dat dan even net gedaan, weet je wel. Ja. Ja. Dan was ik hier gewoon nog, was ik hier gewoon beschikbaar, maar nu even niet. Gewoon even een lekker lumpiaatje halen. Vegetarische lumpia voor de dame en voor mij een gewone lumpia. Ja, ik ga voor je bakken. Ja, lekker. Hoe is het voor jou, Geert, dit soort momenten met je dochter? Ja, is mooi. Het bouwt ook een herinnering op. De vrijdagmiddag, lekker samen op de markt, nootjes halen, een lumpiaatje halen. Dat is eigenlijk echt een vader-dochter momentje. Kijk, zo'n tasje dat daar staat is leuk. Eens even kijken. Dat daar hangt, zie je dat? Ja, kijk dan even. Ben je daar heel bewust mee bezig, herinneringen maken? Jazeker, ja. Nou, dat is me ook wel herinneren wie ik nu ben en niet hoe ik straks ben. Dat het gewoon fijn is samen. En niet alleen dat papa heel ziek is, maar dat het ook gewoon gezellig is. Kijk, er is anders nog iets. Ja, een schepje walnoten. Ja, ik zou minder kunnen bewegen. De armen en de benen zullen minder worden. En uiteindelijk in een rolstoel. Omdat ook de longen worden minder. Dus je ademhalen gaat lastiger worden. Kortademiger, eventueel met beademingsapparatuur. Ja, dus dat zal echt wel het toekomstplaatje worden. Ja, en daar wil ik niet te veel bij stilstaan. Ik weet dat het komt, ik wil het niet wegstoppen, maar ik wil me niet nu door laten beperken. Maar neem niet weg dat je soms ook in staking gaat. Zo voelt het wel eens, dat ik denk, nou kan me allemaal niet meer schelen. Ik laat alles zoals het is en ik ga een dag in mijn bed liggen. Geen zin meer. Lusteloosheid komt dan ook wel opzetten. Dan kan jij mij niet zo goed bereiken. Dat kan jij helemaal niet zo goed hebben. Dus dan gaat hij steeds aan mij vragen hoe het gaat. En of hij iets kan doen. En dan denk ik, nee, laat me nou met rust. En dan wil ik het liefst gewoon in mijn eigen bubbel zitten. Ja. En blaas maar heel hard uit. Blaas maar uit. In één keer blazen. Ga door. Blazen. Blazen. Tot er niks meer in zit. Blazen. Ja, heel goed. Perfect. Maar eigenlijk heb je daar helemaal geen tijd voor, want je moet Geert helpen. Ja, maar dan laat ik hem soms ook wel een beetje hobbelen. Ja. Ja? Ja. Oh. Dan lig ik wel eens wat langer op bed in het weekend of zo. En dan hoor ik jou wel klooien met die vaatwasser en zo. En ook wel eens mopper op de kinderen van, doe dat dan gewoon eens eventjes. En dan denk ik, laat dan allemaal lekker gaan. Weet je, als het echt niet meer gaat, dan hoor ik het vanzelf. Maar laat het maar gewoon een beetje misgaan allemaal. Ja, dat heb ik, die zulke soort momenten heb ik wel. Maar gewoon als we in de flow zijn en zitten in ons dagelijks bestaan, dan gaat het best goed. Ja. En jij moet ook wel wat meer gaan vragen van als iets niet lukt. Ja. En daar wacht ik soms ook op.
Ik denk, nou, ik hoor nog geen vraag, dus het zal wel goed gaan. Zo, het is een heerlijke vakantie in Zwitserland. Geniet hier. Heerlijk. Fijn dat mijn benen nog goed doen. Lekker lopen. De ziekenzalving laat zien dat de Heer betrokken is bij die hele mens in ziekte en gezondheid. Soms worden mensen erdoor gesterkt of getroost. Soms leren ze zich zo toevertrouwen aan Hem dat ze kunnen sterven. Soms leren ze hun ziekte te aanvaarden en soms genezen ze. Nou, ik ben niet echt bang voor de dood. Maar ik ben meer bezorgd om het achter te laten, zeg maar. Ja, voor de kinderen en Barbara. Ja. Mogen onze Heer Jezus Christus in zijn liefde en ontferming je door deze zalving bijstaan. Met de genade van zijn Heilige Geest. Mogen Hij, die je bevrijdt van zonden, je redden en oprichten. Amen. Ik vind het heel beangstigend dat het leven dan totaal anders is. En we zijn zo verbonden aan elkaar en zo zijn ook een maatje, ja, zeg maar. Ja. En ja, dat is ontzettend verdrietig dat dat dan stopt. Ja. Ja. Die verbondenheid en... Daar kan ik nog niet bij, hoor. Maar zo zijn we wel aan het stoeien met hoe de werkelijkheid nu is en aan het dealen ermee eigenlijk. Mm-hmm. Ja.